Artje Kuiken. Beste Artje. Jouw grote passie is duiken. Als een echte sport, hè? Dat gevoel voor duiken is nogal een contrast met jouw opstelling in de politiek. Want daar is zeker geen sprake van duikgedrag. Verschillende malen nam je de verantwoordelijkheid om de PvdA-fractie te leiden. Toen er sprake was van leiderschapswisselingen. Dat begon al in 2016 bij het vertrek van Diederik Samsom. En vorig jaar werd je fractievoorzitter. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Niet alleen door je inhoudelijke inbreng bij de debat in dit huis, maar ook door jouw inzet en motivatie om linkse samenwerking van de grond te tillen. We weten allemaal dat er in het verleden talloze pogingen zijn gedaan om dat voor elkaar te krijgen, maar onder jouw bewind zijn de resultaten geboekt. En dat is een beetje opmerkelijk, want je bent opgegroeid in een echt sociaal-democratisch milieu. Een politiek rood nest. En jouw politieke drijfveren zijn daar ontstaan en geëvolueerd. Maar politieke overtuiging is één ding. Die ook waarmaken is een ander ding. Jouw doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen heeft daar sterk aan bijgedragen. Ook heb je tot het laatste toe campagne gevoerd voor GroenLinks PvdA in jouw geliefde Breda. Ergens nee tegen zeggen is niet jouw primaire reactie. Je bent van mening dat je de kansen die je krijgt ook moet grijpen. Dat heb je dan ook met verve gedaan. Je gunt anderen ook die kansen. Jouw jarenlange inzet om kinderarmoede tegen te gaan is daarvan het sprekende voorbeeld. En een ander is de initiatiefwet die mede op jouw naam staat om goederen en diensten die door kinderarbeid tot stand komen te bestrijden. Niet voor niets was jij vicevoorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Je hebt je sporen verdiend in het bestrijden van onrecht en je vertrekt vandaag als een van de langzittende Kamerleden. Daarmee verdwijnt er weer veel ervaring uit dit huis en bovenal een prettig mens. Dat is jammer, maar je kunt terugkijken op een mooie periode. Jouw erfenis is onmiskenbaar en belangrijk. Je hebt al laten weten dat een voortzetting van jouw politieke loopbaan niet ondenkbaar is. Zij het op een andere positie dan Kamerlid. We zullen zien waar dat toe leidt. Ik wens je in ieder geval het allerbeste.